Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. We gaan kijken naar Bitcoin. Ergens wat rood de afgelopen 24 uur. Er is correlatie met de SP 500. Is uh, het ook zo dat de longs worden afgestraft op dit moment? We gaan er naar kijken. En vergeet de video niet te, like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer je op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laten we weer die 600 likes proberen te halen. Helemaal top. En pas op voor de spammers en scammers onder in de comments, zoals hieronder. Goed, we gaan eerst kijken de, na, naar de nieuwtjes, dan naar de grafieken natuurlijk. En we beginnen met MicroStrategy, want die hebben wederom voor 190 miljoen aan bitcoin gekocht. Voor een <coughs> gemiddelde prijs van 45.700 En zij hebben dus inmiddels 130.000 bitcoins. Een hele boel. MicroStrategy, nogmaals, 190 miljoen gekocht. Maar we zien dus ook vooral dat er significante inflows zijn vanuit de instituten en ook kleinere entiteiten zijn bitcoins aan het kopen. Je ziet hier dus de, uh, het, de supply die wordt vastgehouden door kleine entities en ook door de grotere entities. Alles is aan het groeien, alles en iedereen is aan het kopen. En de vraag is natuurlijk bij jullie dan, ja maar waarom daalt de koers dan? Ja de koers die kan gewoon blijven dalen op de beurzen. Want daar staan natuurlijk ook bitcoins. Dus daarmee, eh, als die worden verkocht, dan kan de koers alsnog dalen. Goed, nog een ander bullish plaatje. Eh, wat we hier vooral zien is dat als er een bounce is van hoe heet het, de price oscillator, dan zien we dus ook dat de koers eigenlijk een flinke stijging maakt. En dat heeft het in het verleden gedaan. En natuurlijk is dat geen garantie voor de toekomst, maar het is weer een beetje hopium. Dan. De funding rate die is dus de laatste ja, sinds begin april eigenlijk gewoon best wel hoog. En eh, ook voor langere tijd hoog. En dat hebben we eigenlijk ook al een tijdje niet gezien. Dus ik dacht al wel, ja, dit is een beetje aan de hoge kant. En ja, dus de afgelopen daling die we hebben gezien in de afgelopen 24 uur. Dat zou ook gewoon een goede afschaffing kunnen zijn van de longs. Je ziet dat de funding rate ook goed is afgenomen. Maar goed, we gaan zo direct ook de grafieken bekijken wat die te zeggen hebben. Wat eh, ook nog eens, dit eh, deelde ik gisterenmiddag, maar dat is dus voor vanavond. Vanavond is er dus de FOMC Meeting Minutes, waarin zij dus weer gaan spreken over de verhoging van eh, de rente in mei. En ze willen dus inmiddels allemaal een half procent verhoging, of de meesten willen dat van de FOMC-leden. En dit zou dus wel een bearish eh, ja, druk kunnen zetten op de koersen. Aan de andere kant. We zien dus ook dat dit de verwachting is. De meeste mensen verwachten inmiddels een half procent verhoging. Dus het zou ook weer een Biden uh, News, of nee, Biden Rumor, News event kunnen zijn. Sorry, andersom, Biden News, Selden Rumor. Nee, moet ik even over nadenken. The rumor, Biden News uh, moet het zijn. Dus we gaan het zien in ieder geval wat we daarvan kunnen gaan krijgen. Goed, de grafieken, De S&P 500. Dus wat we hier zien is de neerwaartse groene lijn, deze rode balk. We zien dus dat er ook een sterke correlatie is, daar gaan we zo recht naar kijken. Maar wat belangrijk is op de SP500, de support hier op de 200 Moving Average en de laatste low hier van 1 april. Dit moet houden, want als we deze rode support hier dus verliezen, dan ziet dit er namelijk ook uit als een neerwaartse driehoek. En Bitcoin zou daarmee uh, naar beneden kunnen gaan in die correlatie, ondanks de opwaartse driehoek die we zien op de. Grafieken van Bitcoin. Breken we deze groene lijn naar boven uit, dan is dat top. Dan verwacht ik ook voor Bitcoin meer groen. Dus het is iets wat we in de gaten moeten houden. Overigens is de dollar ook weer sterk eh, sinds gisteren. En het is ook hier een weerstand aan het breken en we lijken ook hier de weerstand op 99,7 te willen breken. Een sterke dollar is niet positief voor aandelen, ook niet positief voor um, bitcoin. En de technische target, hè, je zou dit een zijwaartse bolvlaai kunnen noemen, de technische target ligt hier dus rond die 103, waar eerder dus ook weerstand en weerstand te vinden was. Dus en als dat dus verder doorbreekt, dan zou dat ook toch meer rood kunnen opleveren voor bitcoin. En wat we zien dus uh, is correlatie. Even deze goed zetten. Je ziet het eigenlijk hier bijna één op één. Uh, daling van de SP 500. Daling op dezelfde manier ongeveer van bitcoin. Dus de correlatie is op dit moment weer erg sterk. Dus moeten we ook goed weer deze dagelijkse grafiek van de SP500 ook in de gaten gaan houden. En of zie je dus die 200 moving average als support kunnen houden. En deze rode balk. Dan is er nog wel een puntje van hoop voor de bulls en het bullish scenario. Vanaf vandaag is de Bitcoin Miami Beach Convention Center Conferentie gaande. En er is ook een. Uh, er, is wat, er zijn wat geruchten dat er uh, goed nieuws uit zal komen. En dat zal dan waarschijnlijk ook. Even kijken, door Jack Mellis komen van Strike. En dat is op donderdag 6 april om 4.35 p.m. Uh, in de tijd van Miami. Ik heb nog geen idee hoe laat dat is in Nederland, maar ook zeker iets om in de gaten te houden. Overigens ook vanavond dus die FOMC-meeting minutes en dat zal ook wel weer volatiliteit kunnen geven. Dan de grafieken Bitcoin op de dagelijkse. We zien dus dat deze symmetrische driehoek eigenlijk eh, naar beneden is uitgebroken. Um, dat is niet helemaal positief. Hè. De dag is nog niet gesloten. We zien hier wel een bullish hammer. Wat we in ieder geval zien ook is de support wordt gehouden hier. Uh, tenminste, we, zijn, we hebben deze low hier niet gebroken. We houden die support hier van die 44.500. Dat moeten we ook houden. Zoals ik gisteren zei, dit is een muscle support. En um, daar willen we in ieder geval niet onder sluiten in de komende dagen. Dus dat is ook waar ik mijn stoploss zal gaan plaatsen. En ook mijn positie zal verlaten als die daaronder sluit. Um, de dus symmetrische symmetris driehoek is naar beneden uitgebroken. Ja, is dat per se heel bearish? Ja en nee. We houden dus wel de support. Gisteren zijn we dus wel op de um, support gesloten van de 45.500. En vandaag zouden we er ook weer boven kunnen sluiten. En dat is wat je wil zien. Eigenlijk net als wat we hier zagen. Maar goed, um, er is een uh, mogelijkheid tot meer bearish actie. En zeker als we die 44.500 als support verliezen. En dat zal dan ook deze opwaartse driehoek ja, kunnen invalideren. En dan zie ik de koers eigenlijk dus weer vrij snel afzakken richting de 40.500. Deze laatste low hier. Want hier is eigenlijk geen support opgebouwd. Dus deze support hier verliezen is in mijn ogen door naar de 40,5. Dit kon op de lage timeframes, dus gisteren waren er wel wat dingen te zien, maar het is de chop chop zone, dus zijwaartse actie, veel dingen kunnen mislukken. We uh, zien, even kijken, deze eraf halen, een potentiële opwaartse driehoek was hier te zien, brak naar boven uit, maar die faalde, uh, dus daar hadden we niet zoveel aan. En een, uh, Potentiële Adam and Eve bodeming of uh, top eigenlijk die brak naar bovenuit, maar die ging dus weer door naar beneden. En dit was dus natuurlijk wel weer een mooie zone om een short te uh, nemen, zoals ik gisteren, volgens mij ook al zei. Hier kun je long gaan in deze zone, en in deze zone kun je short gaan. En de patronen daartussenin, ja, die zullen zeer waarschijnlijk ook allemaal falen. Goed, Bitcoin heeft in ieder geval deze grotere symmetrische driehoek die ook op de dagelijkse te zien is uh, gebroken. En wat ik dus vanochtend deelde in de Premium Discord groep, mijn Premium Discord groep, niet die van Crypto Insiders, is deze setups. Want we zien hier dus op de 4, misschien die even nog laten zien, zien we wel een mooie bullish hammer candlestick. En dat is een candlestick dat over het algemeen meer groen suggereert, eigenlijk zoals deze candlestick hier. Uh, dit is meer een Dragonfly Doji. Even kijken waar we nog meer een mooie hammer Candlestick zien. Hier zit er eentje, dat is niet een hele mooie. Maar goed, dus die uh, suggereren wel weer mooi, meer groen. Mochten we die support hier toch verliezen, dan, uh, of tenminste bearish afwijzen op die symmetrische driehoek, Ja, dan is dat uh, een short waard. Wel. Ook mede dankzij die bullish hammer, candlestick. En ik ben ook gewoon bullish, dus het is ook gewoon een trade die ik zal nemen. Um, en ja, als je dat niet wil, moet je dat natuurlijk ook zeker niet doen. Um, als we die bearish afwijzing hier krijgen, is dat voor mij een korte short. In ieder geval, ik zal winst nemen hier rond de Golden Pocket en de 44,6. Ik zal ook een deel laten doorlopen met een stoploss die ik naar beneden verlaag. En ik wil wel ook hier instappen rond de 0,5 Golden Pocket en de 0,786 om toch weer een bullish trade te maken. Persoonlijk blijf ik gewoon bullish totdat de bulls echt die 40,5 gaan breken. Goed, wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk de kennismakingscursus doen. Je leert wat traden is wat je ervan kunt verwachten. En um, ja, als je meer wilt leren en zelf analyses wilt kunnen maken, deel 1, hefboom traden, tools om betere trades te worden, zie je in deel 2. En je kunt er ook gewoon meekijken in de Premium Discord groep voor een proefweek en je vindt alle links onder in de video. En FTX is de beurs waar ik eigenlijk het meest trade. Hier kun je van alles doen. Mooi traden, veel verschillende trade opties, waardoor je trading strategieën beter kunt Gebruiken en je vindt de link hiervan onder in de video rechtsbovenin vind je een uh, video review over waarom ik zo'n fan ben van de beurs. Dan Ethereum, zoals gisteren gezegd, Rising Wedge op de lagere timeframes is er een mooie afwijzing geweest, heeft een technische target behaald. En wat we nu dus ook zien is hier geen bullish hem overigens op de 4 grafiek, maar wel een mooie week aan de onderkant op de supportzone. Dus voor mij is dit een buy zone stoplos eronder. En eigenlijk wil je dus uh, vooral kopen zolang die boven de 100 moving average van de 4 uur blijft. Deze paarse lijn met een stoploss hieronder. En dan uh, ja, zou het mooi door kunnen gaan daarnaartoe. Verliezen we die support of die 100 moving average? Dan wil je shorten richting de, 30, oh sorry, 30, de 3000 dollar. En de 200 moving average van de 4 uur. Dus daar vallen ook weer verschillende trades uit te halen. Dan de verzoekjes van de crypto insiders. Dus maandag, woensdag en donderdag kunnen de crypto insiders members stemmen. En op de dinsdag neem ik de uh, verzoekjes mee van de kijkers. We zitten hier op de wekelijkse grafiek voor Phantom in ieder geval. En wat we hier dus vooral zien is dat de koers die wordt hier afgewezen op die 12 hiermee. En hier ook um, de neerwaartse, of sorry deze symmetrische driehoek die dus naar beneden is uitgebroken. Bijna zijn technische target had gehaald, of niet zijn technische target, maar de volgende supportzone heeft gehaald. Is daar vanaf gebounced. En ja, wat we dus vooral zien is hier een high, een low en nu een lower high. Best case scenario voor uh, Phantom is dat het hier een high-low gaat maken op de wekelijks in de komende dagen. Het breken van deze low op de 1,04 dollar zou in ieder geval slecht kunnen zijn, want dat betekent meer downside. En ja, de eerstvolgende target is dan de 95 cent hier. Uh, sorry. Ja, 95 cent en daarna de wekelijkse 100 moving average. En die loopt nu ongeveer op de 72 cent. Iets verder ingezoomd, wat zien we dus hier? Ja, ik wil dus. Um, ja, we zien hier eigenlijk praktisch een afwijzing van deze uh, symmetrische driehoek. Ik ben niet helemaal geïnteresseerd in FTM op dit moment ook. Hier vallen niet hele mooie trades uit te halen. Waar ik dus vooral naar zit te kijken is een high low op die 0,786 in de Golden Pocket. Dus 1,16 tot de 1,27. En als we daar dus iets van een mooie bounce zien op de 4 uur en een high low. Dan wil ik daarop instappen. stoplos onder de low. En kijken of dat inderdaad dan de wekelijkse high low is. Die wordt gevormd ten opzichte van deze low. Dus ja, het is gewoon niet bijzonder interessant. Potentiële kortere termijn trade voor Phantom is. We zien hier dus een mooie downtrend. En dit ziet er ook uit als een falling match die gefaald is eigenlijk. Ja, dus die wordt hier ook afgewezen. Dus het is gewoon niet heel erg sterk. En wat ik graag zou willen, of tenminste wat een potentiële trade dus kan zijn, is een bounce richting de Golden Pocket en de 0,786. Die kan wat sterker zijn op dit moment omdat de 1U RSI oversold is. Om die te shorten hier zo. Richting de Golden Pocket van de dagelijkse en de wekelijkse, of eigenlijk de wekelijkse, naar de 1,25. Dat zou in ieder geval een korte termijn potentiële trade zijn. Dus dat voor Phantom. Dan gaan we door naar Mana. En ook hier starten we even op de wekelijkse. Dus wat we hier zien is meer een evenwichtpatroon. Het ziet er sterker uit dan Phantom. Dus hebben we hebben hier een high, een low, lower high, higher low. Lower high en we zouden nu dus een high low kunnen gaan vormen op de wekelijks ook. En dit is een evenwichtpatroon, dus dat zal op een gegeven moment moeten gaan uitbreken. Kan beide kanten op, als we naar beneden uitbreken dan zitten we gauw op de 1,56. Breekt dit naar boven uit, eerste weerstand 3 dollar en sterkere weerstand hier dan op de 3,31. Vervolgens de 3,85, maar dit kan dus ook flink doorschieten. Um, iets verder ingezoomd, even kijken wat we daar allemaal zien. Ja, niet heel veel. Sterks ook. Hier hebben we de 200 moving average verloren. Dus uh, ja, we zouden vandaag erboven kunnen sluiten. Het zou top zijn. Maar dat hoeft niet. Op de lagere timeframes zien we ook een potentiële round the top. En dat zou de koers dus richting de onderkant van die uh, wekelijkse symmetrische driehoek slash patroon kunnen brengen. We zien in ieder geval een rounded top. Deze heeft een technische target van de 2,19 dollar. En we zitten hier dus ook onder de 200 moving average, deze gele lijn. Als we hier een bearish afwijzing vinden, ja, dan is dat een mooi short met een stoploss boven, uh, ja, boven de 200 moving average eigenlijk. En kijken of we inderdaad de technische target van de rounded top kunnen gaan halen. Goed, bitcoin in mijn ogen is nog steeds wel bullish... Um, maar als, bullish, als, als de 44.500 support verliest, ja, dan gaan we dit rode scenario in mijn ogen wel krijgen. Deze uh, bearish trade kan falen als Bitcoin dus inderdaad mooi nieuws krijgt vanuit, het, uh, uh, vanuit de conferentie. En dan zal het gewoon flink bouncen. De hele markten zullen gaan bouncen in mijn ogen. Goed, dus dat voor manen. En even kijken, Luna is de volgende. Even terug naar de L. Heb ik het nou niet op de alfabetische volgorde gedaan? Pot voor drie, goed. Uh, rising wedge, rising wedge, tweemaal voor Luna. Kijk, de rising wedge uh, technische target voor deze grotere witte die zit op de 48 dollar. Het is niet iets wat ik persoonlijk als een grote uh, ja, heel waarschijnlijk acht, maar goed. Het kan gebeuren, we zien het op de grafieken. Dus als deze naar beneden uitbreekt, ja, dan is dat gewoon een shortwaard. En waarbij de 85 dollar de eerst volgende uh, support zal zijn. En het kan ook goed zijn dat het daarbij blijft. Dus verlaag dan je stoploss En um, ja, neem dan ook zeker winst. Naast de grotere rising wedge zien we ook hier in het blauw een kleinere rising wedge. We zien ook dat het volumeprofiel er wel bij past. We zien ook bearish divergentie op de RSI. Dus dit kan zeker naar beneden uitbreken. Dat betekent uitbraak, hertest, door naar beneden. Technische target ligt in ieder geval hier op de. 98 dollar, dus dat zal de 100 dollar psychologisch rond aanraken. Dus deze zone hier voor Luna. En dit is een rising wedge. In 66% van de gevallen breken die naar beneden uit. Wat betekent dat in 33% van de gevallen die naar boven uitbreekt? Dus als we deze high gaan breken op de 119, en eigenlijk is dus ook deze zone hier met deze opwaartse lijnen van de um, rising wedges, dan is dat ook ja, zo: uitbraak, support maken. een um, ja, een trade waard richting de volgende Fibonacci's. En ik dacht dat ik die erop had staan. Maar dan kun je die even opzoeken op een van de eerdere video's. Of heb ik hem hier nog openstaan? Even kijken. Nee, dus we hebben al de Fibonacci targets geraakt hier. Maar ik had volgens mij ook nog een target rond de 155. Maar goed. Um, dus dat voor uh, Luna in ieder geval. Rising wedges galore. En kijken hoe die zullen gaan uitbreken. Dat was het ook voor deze video. Ik zou zeggen, happy trading, een hele fijne dag en tot morgen weer.